Bloopers en blunders in het aquarium. Iedereen maakt ze wel eens. En omdat we moeten leren uit onze fouten, ga ik vandaag een aantal bloopers en blunders overlopen die ik reeds gemaakt heb in het aquarium en die een aantal andere mensen reeds gemaakt hebben in het aquarium. Zometeen. Hallo en welkom terug bij het kanaal van Aquarium St. James Valley. Mijn naam is Dominique Maas. Met mijn kanaal is het de bedoeling om betrouwbare, gratis, hapklare, bruikbare en to-the-point informatie te verschaffen naar jullie toe over het houden van aquarium. Ik wil jullie daar graag mee helpen, maar als jullie zo vriendelijk zouden willen zijn om zich te abonneren, dan kunt u mij daarmee helpen. Op die manier helpen we gewoon elkaar. Dus klik even op die abonneren-knop en op het duimpje omhoog onder deze video en u doet mij er alvast een heel groot plezier mee. We gaan het vandaag dus hebben over bloopers en blunders in het aquarium. Ikzelf heb er al een massa gemaakt en ik ben ervan overtuigd dat jullie er ook al een aantal gemaakt hebben. Daarom gaan we nu heel even op de pauzeknop drukken en geef ik jullie de tijd om hieronder in de comments op YouTube een reactie te schrijven met daarin jouw grootste blunder. En we drukken nu op pauze. Zo, blij dat jullie even de tijd namen om in de reacties uw bloopers te gaan schrijven. Ik ben ervan overtuigd dat we uit elke blunder die we ooit gemaakt hebben kunnen gaan leren. Maar enkel de mensen die de moeite doen om te leren uit hun blunders, zullen vooruitgaan in de aquaristiek. Ik ga beginnen met een aantal blunders die ik zelf reeds gemaakt heb. De grootste blunder die ik ooit gemaakt heb, heeft een klein woordje uitleg nodig. Aangezien ik bij mijn vissen heel veel water ververs, heb ik dus heel veel nood aan verwarmd voorbereid water. Ik had een systeem staan waar 1500 liter water circuleerde en aan het opwarmen was. 1500 liter water verwarmen, dat vraagt enige tijd en daarom had ik ervoor gekozen om een verwarmingselement van een frietketel te gaan gebruiken. Dit is namelijk 3 kW verwarmingselement. Dat ging heel goed, maar ik mocht niet vergeten om die uit te schakelen, want de thermostaat is absoluut niet goed genoeg om het doel te bereiken die wij gebruiken, namelijk een correcte temperatuur, in mijn geval dan van 30 graden. Maar als je natuurlijk vergeet om dat uit te schakelen, dan kunt u er zeker van zijn dat uw water behoorlijk warm zal worden. Zo draaide er 1 aquarium mee op dat ganse systeem. Het water werd zodanig warm dat de siliconen soepel werd en er een lek ontstond. 1500 liter water plus lek is dweilen. Om dit te kunnen vermijden in de toekomst, heb ik gebruik gemaakt van een elektronische thermostaat die nauwkeurig is tot op 0,1 graden Celsius. Een blunder die ik heel geregeld gemaakt heb en waar ik schijnbaar maar niet lijk uit te leren, is verstrooid raken tijdens het waterwisselen. Zo werkte ik met een waterpomp die 3750 liter per uur water aan mijn systeem toevoegde. 3750 liter per uur, als u even verstrooid bent of u hangt even te bellen, dan kunt u er zeker van zijn dat het vrij snel vrij veel water wordt. Ik zou liegen moest ik zeggen dat ik het een 5-tal keer heb meegemaakt. Ik denk eerder dat het richting de 100 keer gaat. Inclusief zelfs wanneer er andere mensen bij mij stonden. En meestal waren zij op dat ogenblik zelf de oorzaak. Zodanig aan het praten dat ik even niet oplette en het kon dweilen. Tijdens de vorige livestream waren er vrij veel mensen die zeiden dat zij tijdens het waterwisselen, vooral tijdens het afhevelen dan, al heel vaak de blunder hebben gemaakt om niet aandachtig genoeg te zijn en op deze manier gingen zij eigenlijk het water gaan afhevelen op de vloer. Ik denk dat ik met een gerust hart mag zeggen dat ik er zeker van ben dat nagenoeg iedereen dit reeds heeft meegemaakt. Helaas kunnen we daar niet zo heel veel aan doen, behalve dan misschien zorgen dat we niet verstrooid raken en bijvoorbeeld die gsm gaan uitschakelen. Ik heb er nu een 3-tal opgenoemd, maar ik ben heel benieuwd naar jullie blunders. Ik zou zelfs aan de hand van die blunders die jullie nu geven hieronder in de comments op YouTube een extra video gaan maken met eventuele oplossingen hiervoor. Zo is het bijvoorbeeld echt niet moeilijk om te gaan zorgen dat uw aquarium niet overstroomt tijdens het verversen. U kunt er namelijk voor gaan zorgen dat uw aquarium u op tijd gaat verwittigen wanneer deze vol is. Maar zoals gezegd, dat ga ik niet doen in deze video. Dat hou ik voor de volgende video. Ik wil eerst zoveel mogelijk reacties van jullie met blunders in. En daarna zal ik proberen om zoveel mogelijk oplossingen te bieden voor die blunders, zodanig dat u deze niet in de toekomst zult meemaken. Eigenlijk heeft u in deze video dus weinig bijgeleerd. Het enige wat u eventueel heeft bijgeleerd is dat u moet leren uit uw fouten. En als het een beetje kan, zal ik jullie daar zeker en vast mee gaan helpen. Bedankt om te kijken. Fijne dag nog. Tot de volgende video. Dag.